vertellen een klassieker uit de banketbakkerij en ook broodbakkers. Harde mokka's, ook wel pralinees. Kijk, dat woord harde mokka's, dat was het vroeger en toen werd het pralinees. Waarom, weet ik niet. Mm. Ik vind harde mokka eigenlijk wel aardig. Lekker klinkt. Ja. Het is best wel een stevig gebakje. Ja, is een gebakje, de onderkant is letterlijk hard. Harde wenendeeg. Harde wener of fonceerdeeg. Ik kies nu voor fonceerdeeg. Ja. Dus extra hard. Dat mag, dus het contrast. We gaan het nu uitrollen, de deeg. We gaan de blikjes bekleden. En als dat de oven ingaat, hebben we ze hier al staan. Ja. Ja, maar dan kunnen we doorwerken. Precies. Ik vertel toch even wat er voor nodig is. Fonceerdeeg heb ik in dit geval. Harde wenendeeg is iets brosser. Dit is iets krokanter. Hebben we ook een filmpje van al? Ja, om natuurlijk. Van fonceerdeeg hebben we een filmpje. We gaan verwijzen naar gewelde rozijnen. Nou, daar weten we alles van. Hè? Maar dan in de rum, toch? Nee, dit is gewoon met water. Oké. Okay. En Noga hebben we gemaakt voor de Amsterdamse kochertjes. Ja. We hebben ooit wel eens cake gemaakt en zoiets zit altijd in de diepvries. Dus we doen een likje botercreme mokka. En hier hebben we de botercreme die ook op een filmpje staat. Ja. Hier hebben we de hazelnootpaat ook behandeld. Ook filmpje. En de koffie. Bruine suiker, Nescafé koffie, ja. En sterke koffie. Hebben we dit. Dan brengen we dit mee op smaak. Smeren een klein beetje crème erop. Dan komt er een mengsel van rozijntjes en cakeblokjes erop. En dat bestrooien we met wat Noga. En daar gaat mokka crème overheen. En als laatste, als dat is afgekoeld. En dat staat dan in de koeling. Wat? Door de fondant halen, rozetje erop en dan met een nootje. Maar daar gaan we... Dat komt straks. Ja. Als eerste gaan we dit in die pannetjes doen. Juist. Wil jij die pannetjes heel licht met boter smeren? Laat het maar gewoon doen. Hoeveel gram deeg heb je? Geen idee. Gewoon een klont deeg? Nee, want kijk, botercrème kan in de diepvries bewaard worden. Hoeveel dit is, weet ik ook niet. Dit kan in de diepvries, dit kan in de koelkast. Ja. Dit deeg ligt altijd met de F van fonceer hebben we gewoon in de vriezer met een F erop. En kan gewoon weer terug de vriezer in. Hè? Het is geen vlees of vis. Ik zeg het heel dikwijls tegen de kijkers. Deeg mag terug. Gaan we alle pannetjes gebruiken? Ja, het zijn er 10. Ga ik ze allemaal invetten? Dun. Dun invetten? Ja. Ik heb hier gewoon de bloem. Ik ga even de plak uitrollen. Maar wij gaan ze nu maken zoals jij ze vroeger maakte, toch? In de bakkerij? Ja, in de bakkerij. Verleden jaar heeft Jordi het opgepikt. Weer het gebakje weer in een soort... Maar die werkt dan met sloffendeeg en honing en noten van binnen. En dat is een hele lekkere variant. Maar ik doe nu echt eventjes... Hoe jij hem vroeger zelf... Hoe het vroeger in de banketbakkerij door iedereen gemaakt werd. Grappig. Het is goed te doen. Ik rol een plak uit. Maar hoezo zijn ze uit het assortiment gegaan? Ja, op een gegeven moment vonden de mensen het te zoet en te zwaar. Het zijn heel veel calorieën. Heel machtig. Maar ze hebben het weer opgepikt en het wordt echt omarmd door de mensen. Want het is een heel populair gebakje. Dit is wel aardig dat ik hier wat over kan zeggen, Stella. In verband en enige afstand van elkaar. Je ziet die blikjes, die zijn zoveel gebruikt. Die liggen nog beneden. Die zijn helemaal uitgedrukt. Passen ook niet echt meer in elkaar. Nee. Ze zijn helemaal uitgevroren. Ja. Zo. Goed. Dankjewel. Kijk, dit heeft een bedoeling, Stella, dat ze iets uit elkaar staan. Mm-hmm. Zo. Kijk, en er is altijd wel deeg over. Zo. Dus nu doen we het naar elkaar toe schuiven. Zie je wat er gebeurt? Ja. Zo. In de bakkerij hebben ze dan een stukje schuim, rubber, weet je wel. Zo'n rond stukje zo. En daar drukken ze dit mee in. Maar ik doe gewoon even met deeg. Kijk, dan druk je het met de hand uit. Oh, en dan even dit. De lucht eruit, zie je? Probeer het ook eens. Ja. Echt met je hand erop. Dit is heel makkelijk zo. Ja.
En met je duim een klein beetje naar boven drukken. En zorg dat de bovenrand niet heel dun wordt. Anders breken die randjes af. Kijk, je gaat met je duim net onder de rand zitten. Zie je dat? Zie je het? Ja. Nou, als je er nou honderden moet maken, dan gebruiken ze op een gegeven moment een rolstok met schuimrubber eromheen. Maar wat bedoel je met schuimrubber? Nou, kijk, nou... Voor je handen. Ja, want kijk, dit... Ja, dan, als je dat een paar honderd keer door... Oh, oké. Okay. Dan ben je er doorheen, hoor. Nou. Mooi. Dit gaan we bakken. Ja. En dan gaan we verder niks verder in doen. Nee, dat is het. En deze gaan we bakken. En dan gaan we verder met wat ik al... Had. Heb ik gisteren gedaan. Want het duurt lang. Het duurt een half uurtje. 20 minuten op 175. Misschien nog een paar minuten erbij. Klaar. Kijk eens. De pralinees. We hebben ze hier al staan, maar deze gaan erin. Ja. 20 minuten op 175. Wil jij het eens er even inzetten? Ik heb de oven op 175. Oké, 20 minuten, 175. Ja. Ik ga eventjes mokkacreme aanmaken. Gewoon de standaard botercreme. Gele room, boter en een klein beetje suiker. Wat ik al zei, dat is verfilmd. Het zou alleen met mokka kunnen. Dat gebeurde vroeger. Maar samen met hazelnootpaad krijg je een veel vollere smaak. Ook hierin kan ik niet zeggen hoeveel. Dit moet echt op smaak. Gewoon. En op kleur en op gevoel. Ja. De botercreme heb je wel een grote hoeveelheid? Heb je enige idee? Ja, dit is 500 gram. Nou, dat betekent zoveel gele room. Dus er is een recept voor zoveel gele room. Koud kloppen, boter en een klein beetje suiker erbij. Okay. Nog een klein beetje van dit. Zo, sorry. Je moet een... Zo, wil jij het even doorroeren? Ja. Och, heerlijk. Vind je dat ook lekker, mokkencreme? Ja, ik hou van mokka. Ja, doe maar een beetje erin stellen. Kijk, je hand er zo omheen. Jullie snapt het al, dit gaat in een plastic bakje terug de vriezer in, hè? Kijk. We hebben hier een kartelspuitje gebruikt voor... Omdat het uiteindelijk is het kartelspuitje nodig voor de bovenop. Ik doe er even één, Stella. Kijk, een klein dopje. Oh. Zo. En dan doe jij dit. Okay. Zo. Ga jij dit nou doen? Een beetje en uitsmeren de rand van de pan. Dan ga ik ondertussen een botercake die we altijd wel in de vriezer hebben. En wat gewelde rozijntjes. Zo. Even een koksmes. Ja, wat je nou gaat doen, daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Blokjes cake ga je nu snijden om hier op te leggen straks. Ja, want we gaan als we hem helemaal vullen met crème, ja. Dat is wel makkelijk, maar dat is gek. Kijk, dobbelsteentjes cake. Eén plakje. Ook dit is weer gewoon schatten, hè? Snap je? 300 gram suiker, 100 gram water, koken en dan 100 gram rum erbij. Dat kan meer of minder. Als je het krachtig wil hebben, ga je door met de rum. Wil je het minder hebben, doe je minder. Maar wij doen zo'n kleine 100 gram, hè? Dus water, suiker, ja. En dan de rum net zoveel als het water. Okay. Na afkoeling, hè? Anders vervliegt het. Ja. Kijk, zo. Dit is toen voor de koggetjes, dit hebben we gewoon overgehouden. Fijn gemalen en het stof eruit gezeefd, dat gebruiken we weer ergens anders voor. En in een luchtdicht bakje en dan blijft het zo.
als Noga dan toch nog gaat klonteren, dan doe je even met het mes een beetje fijn hakken. Nou, Stella, kijk, een garnituur van cakeblokjes en rozijntjes. Ja. Ga je gang. Weet je dat het van alles wat is, hè? Ja. Een beetje aandrukken. Ja, dit is natuurlijk lekkerder als helemaal vullen met crème. Ja, jij vindt die crème wel lekker en ik ook wel. Nee, maar dit is lekkerder dan alleen een hap crème, inderdaad. Het is wel heel machtig. Ja, dan we gaan ook weer, dat hebben we er niet om gedaan, maar kijk nee, nou eens. We hebben er net uitgekomen. We hebben dat altijd. Ja, nou ook dat nog. Nou, we gaan het gewoon verdelen. Nooit een keer hebben we het net. Nee, maar we hebben het niet afgewogen. Nou, we gaan het eerlijk verdelen. Die hebben we daar weer zo. Zo. Allemaal even velen, ja? Strooi jij er een beetje noga op? Kijk, dat gaat zo. Ik doe er even één. Zo. En dan doe ik dit. En dan vervolgens. Kijk, dit wordt hem. Ah. Ja. Ja, ik doe er nog wat overheen. Ja. Is noga voor de smaak of gaat dit ook echt... Nou, dat is een beetje krokant, hè? Ja. Ja, die andere rozetjes maar. Dit is ook een gebakje. Toen ik 65 jaar geleden begon in de bakkerij... In Delft bij een banketbakker. Die had geen koeling in de winkel. Oh. Dus ja, moorkoppen, ja. Die werden gemaakt op afroep, zoals dat heette. En deze stonden gewoon in de winkel. Ook met dit weer. Dus die waren wel eens zuur, hoor. Gadver. Ja. Waar ja, was dat? Dat was in Delft. Dat was in Delft en in Amsterdam later ook, hoor. Geen koelkast in de winkel. Harde mokka, praliné, noem het maar zoals je wil. Wil jij het met dat schrapertje allemaal in de spuitzak doen, alsjeblieft? Ja, zeker. Dankjewel. Deze gaan nu voor een half uurtje in de koelkast. En dan maken we mokka fondant. Met dezelfde mokka en een klein beetje hazelnoot. En daar halen we ze mee door. Oké, ze gaan de koelkast in. De pralinees hebben ruim 3 kwartier wel in de koelkast gestaan. Ook hier dit, ik weet het niet, Stella. We doen een druppeltje en een gewoon weer op gevoel theelepeltje. Was van het paard? Kan jij het eventjes 30 seconden geven? Dan gaan we even kijken hoe het afloopt. En hierin gaan we ze straks doorhalen. Ja. Een beetje poel. Zie je? Druppeltje water, een theelepel hazelnootpaat, mokka, koffie dus, hè. Hij is nog te dik. Ja, ik vind hem warm genoeg. We gaan er maar een paar doorhalen. De rest doen we terug in de vriezer, zonder fondant natuurlijk, hè. Ja. We gaan het proberen. Dat is niet geoefend, hè. Ik heb er duizenden doorgehaald, Stella. Maar dit is toch allemaal heel anders, hoor. Ja. Het is gewoon spannend. Jij zei net, je pakt hem zo beet. Hoe minder je er maakt, hoe moeilijker het eigenlijk juist wordt, hè? Oh, mooi. Toch nog een druppeltje water. Okay. We staan onder zulke extreme omstandigheden nu te werken in een hele hete keuken. Het komt uit de koelkast. Als je het uit de koelkast haalt, dan moet je ze onmiddellijk doorhalen. Want als je nu 5 minuten wacht, dan zit er condens op de crème. En dan glijdt het er gewoon af. Dus problemen genoeg. Ik doe er nu even 5 of 6. En die andere, dan doe ik er klarpak op, slagersplastic. Dan gaan ze de vriezer in. En dan komen ze gewoon in een plastic zak terecht. Wil ik ze dan nog een keer doorhalen, dan gaan ze van de diepvries de koelkast in. Gewoon de hele nacht met klarpak erop. En dan ten overvloede, als ik ze doorhaal, dan veeg ik met de keukenrol het vocht eraf. Dit doe ik even, anders glijdt die roset eraf. Mag ik de rosetjes maken? Ja, dan doe ik er 1 voor.
Ja, kijk jij nou maar lachend naar de camera. Zoals altijd. Kijk. Okay. Ik heb hem een beetje aan de te groot. Ja, die is niet zo mooi. Nee, die is zeker niet mooi. Ja, nou ja, je wil het. Juist. Nee, nog één en doe ik er ook nog één. Zo, kijk. Nou, kijk. Dit is weer prachtig. Dit is hem. Dan hebben we... De nootjes. Dat was een apart filmpje. En ja, wat is... Gesuikerde hazelnoten, amandelen en macadamia noten. Ik denk dat we het beste de hazelnoten kunnen doen. Zeg jij het maar. Zo hoort hij. Ja. Mag ik er dan drie? Ja. Dat wil ik ook nog even zeggen. Met het doorhalen is er wel eens een minder mooie kant. Kijk maar naar die hazelnoten. Dan pak je gewoon de mooie kant boven. En nog één amandel. Nou, dan hebben we alles laten zien. Prachtig. Zullen we er nou gelijk even één proeven? Als jullie er thuis aan willen beginnen, wacht dan tot de fondant droog is. Maar ja, we zijn weer eens... We willen het eigenlijk achter elkaar doen, hè? Kijk, het heet een harde mokka. Hoor je hem? Heel krokant. Dus wat komen we tegen? Een harde koeklaag. Cake. Rozijntjes, cake, rum. Knisperige noga. Afgestreken met roombotercreme. Ja, en zijn wel calorieën hoor. Lekker hè? Die noga erin. Dat is heel lekker. Ja, precies. Lust je nog een video? Dat treft, want er staan er meer dan 1400 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube-kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.